Hallo YouTube, welkom bij deze tutorial over hoe je een PlayStation controller aansluit op een PC. Ik gebruik hiervoor een USB Bluetooth dongle. Het is er nog een hele oude die ik had liggen, dus ik denk dat die van jou ook wel zal passen. Ga voor de zekerheid even naar mijn website toms.nl, dan zie je welke zeker past, als je die je er geen hebt. Ik begin met het installeren van de dongle. Het is een kale machine, dus dat wil zeggen niks op geïnstalleerd. Ik doe het voor de eerste keer doe ik mijn USB dongle erin. Je ziet dat hij hem klaar is met installeren. Daarna ga ik de PlayStation controller aansluiten op mijn PC via de USB kabel. Dit duurt ook even, dus daarom spoel ik hem even vooruit. En als hij klaar is, dan gaan we een paar programma's installeren zodat SCP driver werkt. Dat is het programma die de koppeling maakt tussen de PlayStation controller en de USB dongle. Ik open eerst Google Chrome. Maakt eigenlijk niet uit welke webbrowser je opent. En dan gaan we op zoek naar Microsoft Visual C++. Tik ik gewoon in de zoekmachine of in de URL. En dan kun je deze downloaden bij de tweede hit. En kun je kiezen voor 32-bit of 64-bit. De meeste systemen die maken gebruik van 32-bit. Als je zeker wil weten, kijk even bij systeemeigenschappen van de computer. Uitvoeren. Accepteren, doorgaan. Vervolgens gaan we op zoek naar DirectX. Even kijken waar die staat. Dat is gewoon de bovenste. C++ is nog steeds bezig, dus dan downloaden we deze ondertussen. Overige programma's hoef je niet te downloaden. Gewoon direct naar download en dan begin met downloaden. Als laatste hebben we nodig .NET Framework. Dit staat op de meeste computers al geïnstalleerd, maar ik laat het toch even voor zekerheid zien. Visual C++ is klaar, maar hij geeft aan je moet je computer opnieuw opstarten, maar dat doen we straks pas als alle programma's geïnstalleerd zijn. Dus was makkelijk. En dan gaan we verder met het downloaden van .NET Framework. Moet je wel beginnen met downloaden, maar het duurt even. Nog een keer. Hij heeft er moeite mee. Dan wachten we gewoon even. Ja, dat is de eerdere installatie van DirectX. Die nu pas begint. Het is allemaal heel eenvoudig. Niks. Ik wacht voor de zekerheid wel even met die programma's tot ze klaar zijn. Ondertussen kunnen we wel even het pakketje downloaden met de SCP driver. Staat op mijn Facebook. Vind je door
Toms NL te zoeken. Daar staat hij de bovenste. Of ga naar facebook.com/tomsnl. Zo. En dan moet je eerst een like of vind ik leuk geven voordat je het pakketje kunt downloaden. En vervolgens kies je voor de bovenste, de PS3 controller software PC. En dan wordt het zip-bestandje gedownload. DirectX is klaar. Dus we kunnen kijken of het framework, .NET framework, kan installeren. Nee, hier staat repair of remove. Dus dat betekent dat hij al geïnstalleerd is, dus dan hoeven we het te annuleren of cancel drukken. Dan gaan we kijken hoe het zit met het zip-bestandje. Die is klaar. Hij heeft alleen wel een malware melding, maar kan je verzekeren, er zit geen malware op. Kopieer ik even naar het bureaublad. En dan kunnen we de PC even opnieuw opstarten. Dan zijn we weer. We kunnen het zip-bestandje uitpakken. Ik doe het ook weer even. Het originele zipbestand kunnen we weggooien, hebben we niet meer nodig. Open de Xbox folder. Dan kun je weer kiezen uit 32-bit, 64-bit, Windows XP, Windows 7. Moet je even kijken welke van toepassing is bij jou. Accepteren en Next. Die gaat installeren. En dan zien we een ander zipbestandje wat meegekomen is. Die folder klikken we open. SCP server. En dan zie je bin. We hoeven alleen bin te gebruiken. Source hoeven we niet te gebruiken. Dus dan dit bestand gooien we na afloop ook weer weg. Ga naar de computer. C. Program files. Hier maken we een nieuwe folder. Software is nog steeds aan het installeren. Dus dat kunnen we wel even combineren. Multitasken. En die folder die moet heten Scarlet.crush aan elkaar. En dan spatie Productions. Productions. Die map klikken we open. Weer terug naar het zip-bestandje. Openen we de binfolder en die inhoud die kopieer je naar de Scarlet.crush Productions map. Nou, de installatie is compleet van Xbox, dus die kunnen we finishen. We hoeven niet opnieuw op te starten. Die is klaar. Nu hoef alleen bij de .exe bestanden met de rechtermuisknop te openen en dan properties of eigenschappen. En dan unlock. En dan apply. 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 En doe je bij al de drie .exe bestanden. Anders werkt het niet. Dan maak ik
meteen even een snelkoppeling van de SCP driver. Rechtermuisknop, copy to, desktop, shortcut of snelkoppeling. En de rest van de bestanden kunnen allemaal weg. En dan open je eerst de SCP driver. Uitvoeren als admin of administrator. Dan gaan we hem installeren en dan moet het goed zijn. Mocht dat nou niet goed zijn, ja, controleer even of je dongle goed is. Kun je op mijn site kijken, toms.nl. Zie je welke compatible zijn. Trouwens, dat vind je force install. Dat hoef je alleen te gebruiken als je gebruik maakt van Windows XP. Ik spring ook weer even door, want mijn computer die is soms met updates en dan worden alle processen vertraagd. Dus vandaar. Nou, de installatie is geslaagd. Je kunt dat zien door alle componenten die succesvol geïnstalleerd zijn. Dus de SCP driver, de bus, dus de vijf onderdelen. Mocht er nou eentje ontbreken, dan gegarandeerd dat het niet gaat werken. Je kunt nu, als het gelukt is, kun je de kabel uit de PlayStation controller trekken. En op de PlayStation knop drukken. Dus dat gaat verbinden. Dit zijn alle drivers die het programma installeert en koppelt. Het gaat volledig automatisch, dus dat scheelt. En we hebben draadloos verbinding. Dan gaan we even controleren. Dan gaan we even naar Device Manager. Xbox controller met de rechtermuisknop, uitschappen, properties. Ik beweeg een paar keer met mijn analoge stick en je ziet het, er is connectie. Nu ga ik met de kabel de tweede controller erin in de PC stoppen of aansluiten. Goed, moet die vanzelf geconfigureerd worden, daar is hij al. De driver moet even geïnstalleerd worden, dat duurt even. Nu is hij bezig. Dit kun je ook doen met de derde en vierde controller als je die ook nog aan wil sluiten. Dus eerst even met de kabel weer aansluiten op de PC. En als de driver geïnstalleerd is, hoef je hem alleen maar weer los te koppelen en dan de PlayStation knop te drukken. Die is ook weer geïnstalleerd. Dan gaan we even testen. Dit zijn twee controllers. De eerste controller die deed het eigenlijk al, maar toch voor de zekerheid. De tweede controller. En die doet het ook. Dat is mooi. Twee draadloze controllers op de PC. Dan ga ik meteen even een demonstratie geven hoe je dat in een spel kunt instellen. Ik doe dat met de emulator van de Sega Mega Drive 16-bit. Controllers. Hij pakt hem als Xbox, dat is goed. Initialiseren.
Dan vraagt hij eigenlijk van druk op de knop links, druk op de knop naar onder, boven, rechts, druk A in, druk B in. Dan moet je één voor één indrukken. Dan druk je op oké. Nou, we gaan een spelletje laden en dan zien we of het werkt. Thank you.